Vakantie. Ochtend en een hele goede ochtend, want het is de laatste dag en daarna, oh, een beetje op je lip. Daarna schoolvakantie. Oh, dat is niet leuk. Ik ga Sarah snel brengen. Als dat snel gaat, ga ik eerst een cadeautje halen voor een verjaardag vandaag. En ik moet even voor controle langs de huisarts. En anders doe ik het voor Lisa. Daar gaan we vandaag nog even heen. Oh, is jij dat? Dus, oh, ja, die heb je gisteren gezien natuurlijk. Maar anders doe ik dat daarna. Dat ligt eraan hoe snel ik weg ben bij school. We hebben bijna vakantie. Zo, afspraak gehad. En nu even snel naar de winkel cadeautje halen. Vroeger haalde ik dingen vaak verder vooruit. Maar ik heb toch wel geleerd dat dat soms niet heel handig is als iets dubbel is. Of met de bon of... wat dan ook, dus ik probeer dingen wel gewoon te plannen wanneer ik het haal. Dat het wel op tijd is, maar niet meer zo ver vooruit dat je gewoon kan ruilen of terugbrengen. Zonder dat het een probleem is of dat het binnen één dag moet nu. Dus ik ga even wat leuks halen en ik heb echt al zin in de verjaardag. Het is, ze heeft het gesplitst dat niet alle familie, vrienden, alles tegelijk kwam. Dus vandaag is het gewoon echt met de mama's, met mijn mama groepje. En dat is, ja, dat is gewoon altijd heel leuk en heel gezellig bij elkaar. En ja, daar heb ik dus echt gewoon heel veel zin in op deze manier. Dus ja, het gaat gewoon een leuke middag worden. We gaan er trouwens pas, Sarah is om 12 uur uit, dan heeft ze schoolvakantie. Maar dit is pas om 3:30, dus we hebben nog even gewoon lekker tijd nog tussendoor. En dan kan ik nog een beetje rollen in huis, want mijn ochtend is natuurlijk daar ook al zo goed als weg. En dan op ons gemakje daarheen. We eten, dus ik hoef niet te koken. En ja, allemaal heel fijn en gezellig. Ik ga patatjes eten. Want Nadine en ik houden heel erg van patatjes. Dus wij gaan patatjes eten. Dat is ons ding. Heerlijk. Ik ben weer thuis en ik heb een cadeautje gescoord. Ik ga even een wasje erin gooien. En... dan kan ik die in ieder geval vandaag ophangen voor. En ik wil nog een was draaien. Die twee was wil ik gewoon per se vandaag hebben gedaan. Maar dan kan ik zo weer ze op gaan halen. En dan vakantie. We zitten nu in de auto onderweg naar de semi-verjaardag is het eigenlijk. Het is wel voor de verjaardag, maar dat is meer als excuus voor een gezellig samen zijn. En ik heb wel... nou, omdat ze echt een verjaardag met de familie natuurlijk al gevierd heeft. Maar dat we toch dan wat wilden doen, is het gewoon gezellig. En jij hebt je vriendjes en vriendinnetjes. En nou, zo is het gewoon leuk. En we gaan daar gewoon... nee, Noah is er niet, schat. Noah is al op vakantie. Maar Livia is er, Belen is er, Luc is er, Quinn is er. Ja, ze waren er vanochtend. Maar daarna, na school, zijn ze gelijk doorgegaan naar vakantie. Dus verder zijn we er allemaal, maar we zijn er met 5 mama's van de 6. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer gefilmd bij de verjaardag, bedenk ik me nu. Maar het was zo gezellig en ik heb heel veel patatjes gegeten en lekker kroketje erbij. Dat was zo lekker. Ik ben weer thuis, Sarah ligt op bed en echt, oh, het regende zo erg. Echt mijn haar gelijk weer verziekt, maar goed. Ik ga The Stranger kijken, een nieuwe serie op Netflix. Ik las er goede dingen over. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, maar ik ga even een stukje kijken. En ook nog even een stukje editen. Dus daar wil ik niet meer achter raken. Maar ik heb eigenlijk gewoon geen zin om iets te doen. Maar goed, het moet. In ieder geval, editen, het moet niet, maar ik wil het wel bijhouden. Ik vind het op zich niet vervelend om te doen. Ik heb gewoon nu geen zin. Maar ik vind het erg als ik niet blij blijf. Dus het moet van mezelf. Ik vond het ja, wel een leuke serie. Niet zo leuk als dat ik sommige andere series vind. Maar hij is
Oké, ik ga nu lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren, een duimpje achter te laten en te reageren hier of op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!